I'm proud of myself. I'm proud of myself that I'm all the way up front. En dat een dame dat zegt die heel weinig bezit, dat vind ik heel erg inspirerend. Anouk Vos is geboren en getogen in de Noordoostpolder, maar noemt zich wereldburger. Ze reisde de halve wereld over, deed vrijwilligerswerk op Lesbos, verloor haar hart aan Australië en gaat binnenkort voor langere tijd naar Zuid-Afrika. Ja, het is mooi hoe je dan het niet verwacht natuurlijk en ineens komen er mensen op je pad die je gewoon triggeren om een verhaal te vertellen. In Kaapstad gaat ze haar project afmaken. Een vijftal korte documentaires over mensen die in de rafelranden van de maatschappij leven. Deel 1 van deze Kaptonian Characters is al klaar. Het gaat over een dakloze vrouw die onder een brug leeft, maar daar, midden in een arme wijk van Kaapstad, een prachtige tuin heeft aangelegd. Je zit er wel gelukkig bij te kijken, moet ik zeggen. Ja, ik ben er gewoon al wat trots op de beelden. Ik vind het mooi. En ook hoeveel power zij heeft, ondanks dat ze toch niet zo heel veel heeft. Anouk Vos studeerde 5 jaar geleden af als maatschappelijk werker, begon toen te reizen en ontdekte haar passie om beeldverhalen te vertellen. Maar dan wel verhalen met een sociale boodschap. Ik ben blij dat ik het maatschappelijk werk heb gestudeerd, omdat je toch de sociale connectie moet hebben. En daarmee weer een mooi verhaal kan neerzetten. Vragen kunt stellen vanuit de nieuwsgierigheid. En het ook wel willen helpen. Ja. Alleen je bent gewoon best wel machteloos. Ik heb geen geld om hun een huis ergens te kunnen geven. Dat moet je eigenlijk ook niet willen. Maar wel misschien meer supportive kunnen zijn. En ik denk door een empowerment om hen te laten zien dat ze het waard zijn om gefilmd te worden. Dat betekent voor hen al een heleboel. En dat betekent voor mij dan ook wel weer een heleboel. Ja. Voor iemand die de wereld rondreist is Flevoland misschien een beetje saai. Of ligt daar uiteindelijk toch de basis van haar fascinatie voor verre landen en vreemde volkeren? Dan denk ik, wat is het hier plat en jong ook. Flevoland is bijzonder omdat het kort voor, of ik kom dan ook nog uit de Noordoostpolder, dus jong is opgegraven. We hebben geen accent. En misschien is het wel interessant thuis daardoor dat ik door de Aboriginals word aangetrokken. Of door de Khoisan, wat de native volk is van de Zuid-Afrikanen. Dus juist de heel ver weg, het meeste, de oudste volken, daar word ik enorm door aangetrokken. Terwijl ik uit het nieuwste plekje van Nederland kom. Dus het contrast, ik hou van contrast. Avontuur, anders. Dus misschien is dat wel juist de trigger geweest voor mij om lekker heel ver weg te gaan.